Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe live uitzending. Ik ga even alles klaarzetten en delen en dan gaan we zo meteen van start. Vanmorgen gaan we gewoon mindful aan het knutselen. En mindful knutselen, dat betekent deze keer dat we een projectje af gaan maken waar ik al eerder aan begonnen was. En deze keer wordt dat een kalender. Ik was daar gisteren mee bezig en ik kreeg hem niet helemaal af. En ik denk, weet je wat, ik had geen tijd om andere dingen voor te bereiden. Ik ga gewoon deze in de live verder afmaken. Dus ik ga gewoon straks een beetje uitleggen wat ik tot nu toe al gedaan heb. En voor de rest is het gewoon een knutseluurtje. Zo, geluid uit. Ik hoor mijzelf in echo. Wat gaan wij vanmorgen doen? We gaan dus met de Write Your Story collectie aan de slag. Daar was ik dus mee begonnen. En de bedoeling is om iets te gaan maken. En ik heb alles zo in de tas gegooid. Dus we gaan gewoon verder waar we gebleven zijn. En de bedoeling is om, kijk, jullie kennen die wel, die omslagkalenders. Nou, die omslagkalenders die zijn altijd vrij saai. En daar wilde ik dus deze ronde iets mee gaan maken. Ik was hier al aan begonnen, zoals ik zei. Maar ik heb hem niet af kunnen krijgen en ik had geen nieuw project voor vandaag uit kunnen denken. En ik denk, weet je wat, we gaan hiermee verder. Nou, voor dit, zo'n kalender, die is natuurlijk altijd wat groter. Dus dan heb je ook wat groter papier nodig. En ik heb dus ook het scrappapier uit de Write Your Story collectie gebruikt. Dat scrappapier is dus, zit 2x6 vel dubbelzijdig designpapier in. Hele mooie designtjes. Nou, ik wil daarbij de paper element gaan gebruiken, de knipvelletjes, wellicht. Er komt nog cijfertjes op. Ik heb wat bloemetjes verzameld. We gaan het gewoon zien. Nou, hoe ben ik te werk gegaan? Als eerste heb ik mijn kalender gesloopt. En ik heb dus dit er echt afgescheurd. Daar kun je wel zien, dat is nu ook niet netjes meer. Maar dat maakt niet uit, want ik ga daar een papiertje op plakken. Nou, je papier is niet groot genoeg. Tenminste, voor deze van mij was het niet groot genoeg. Dus ik heb een strook van dat mooie blauwe papier heb ik hier onderaan gedaan. En bovenaan een stukje van dat mooie zalmkleurtje. En als afdeklaagje heb ik een kantje gedaan met wat leuke pareltjes eroverheen. Een bloemenlintje. Nou, verder ben ik nog niet gekomen. Om deze weer netjes vast te gaan plakken. En om hem ook weer recht te gaan krijgen. Heb ik zelf eventjes een hele handige T-square ruler gebruikt. Dat is zo'n liniaal met zo'n zijkantje. Die heb ik er netjes tegenaan gelegd. Nou, mijn midden was op 10,5. Dus ik heb gezorgd dat ik hem hier op 10,5 weer vast heb geplakt. En als je deze ernaast legt, weet je altijd zeker dat je hem netjes recht in het midden hebt. Nou, die achterkantjes, zoals ik al zei, die had ik dus losgescheurd. Ik moest het ook een beetje los snijden, omdat het niet helemaal netjes vast zat. Dus ik wil daar overheen aan de achterkant weer netjes een stukje designpapier gaan plakken. Zodat dat straks weer netjes afgewerkt is, zeg maar. En dat je dat niet meer ziet. Nou, daarop ga ik misschien ook nog wat leuke standjes verwerken. Of misschien dat ik zo meteen nog een mask stencil erbij ga pakken. Om nog wat structuur op de achtergrond te gaan maken. Ik wil hier bovenaan nog in ieder geval de cijfers van 2022 gaan maken. 23, laten we dat maar doen, hè. En verder gaan we het gewoon nog eventjes zien. Nu zit ik alleen even te denken, want ik heb in die Write Your Story collectie ook nog van die leuke doilies. Deze ga ik hier in ieder geval al onder plakken. Die had ik al meegenomen. Dan ga ik dus even kijken, want we hebben in de van 94 at Market hebben we ook van die hele leuke filmstrips. En ik dacht, misschien is het ook leuk om daar een klein stukje van te gaan gebruiken op de creatie. Dat die bijvoorbeeld hier nog net weer een klein stukje onderuit gaat piepen. Even kijken of dat ik die... juist die grote misschien wel hierboven langs ga doen. En dat ik... oh, dan kan deze alsnog wel hierachter. Dat zou kunnen. Deze kleine dingetjes moet je trouwens ook niet weggooien. Want die vallen hier weer uit. En dat is ook heel erg leuk om ter decoratie zo weer overal nog achter en naast te plakken. Kijk, daar kan je heel erg leuk mee gaan spelen. Dan kan je ook een gedeelte eronder en eroverheen doen. Kijk, als je dit bijvoorbeeld zo opplakt en dan een klein stickerquoteje er weer overheen, dan hebben we daar ook alweer een leuke decoratie. Even kijken, deze ging wellicht daarbovenaan komen. Dat vind ik wel heel erg leuk. Ik ga dat even zo klaarleggen. En dan ga ik eerst even mijn cijfers uitstansen. Want dan weet ik welke cijfers erbij gaan komen. En ik denk haast dat dit wel een mooi formaatje is. Want die mag eventueel ook nog weer iets over het kantje heen. Dan ga ik even bedenken welke kleur ik daarvoor ga pakken. Even kijken. Ik kan natuurlijk een kleurtje kiezen uit ons paperpad als basislaag. Even kijken of dat ik... wat ga ik doen? Nee, ik denk dat ik er een unikleurtje achter ga gooien. Even kijken of er een mooi unikleurtje bijpassend in ons eigen JMA-blok zit. Ik denk dat dit voor de onderkleur wel ontzettend leuk is. En dat we dan een designpapiertje gaan gebruiken voor het cijfertje op zich. Ja, dit wordt gewoon echt een uitzending dat ik gewoon van alles ga proberen, hoor. Dit is... ik heb de spulletjes wel bij me, maar verder ook niet uitgestand. Kijk, we hebben die elementjes ook nog uit die Write Your Story collectie. Dat kan er misschien ook nog bij. even kijken. 2 en ik heb de 0 nodig. En ik heb de 3 nodig. Dan kan ik die in ieder geval alvast even uitstansen. Die gaan door mijn kleine stansmachine. En ik zie wel of ik mijn kalender helemaal klaar ga krijgen of niet. Wellicht niet. Ik denk dat ik er uiteindelijk te veel op wil doen dat het niet eens allemaal klaar komt. Maar dat geeft niet. Kijk mee vanuit de garage vooruit laten repareren. Oh, dat zijn minder leuke dingen. Dat die kadoek zijn. Ik zal niet te hard gaan wiebelen, want dan worden jullie ook nog zeeziek. Even kijken, dat is de 3. Dat is de 0. Eigenlijk had ik er eerst ook nog een tekst bij op willen doen, maar ik weet nog niet wat voor tekst. 20. Dan moet ik nog een 2 hebben. Ik weet nog niet wat voor tekst ik erop wil gaan doen. Hebben jullie een idee wat er nog op zou kunnen op zo'n kalender? Misschien things to remember of iets dergelijks zou misschien nog kunnen. Maar daar moet ik toch nog eens even over gaan brainstormen. Even kijken. 20, 23. Dit alfabetje is trouwens van Creative Craft Lab. Ik zal na die tijd wel even de producten nog gaan linken. Maar ik weet nu dus gewoon echt nog niet wat ik allemaal wil gaan gebruiken. Dus vandaar dat ik dat nu nog niet erop heb staan. Even. Oh, die 2 die zit heel strak. Begin de dag met een lach. Ja, dat zou kunnen, maar dat vind ik voorbij een... Ja, weet niet. Op de kalender weet ik niet of ik dat helemaal leuk vind. Ja, deze lijn past toch perfect bij de... bij een kalender. We gaan er straks denk ik ook nog wat leuke ribbons erbij op doen. En misschien nog een mask stencil op de achtergrond. En ik heb nog een leuk ideetje. En ik heb nog wat leuke bloemetjes verzameld. Ja, ik heb van Elisabeth Craft Design heb ik nog van die leuke alfabet tabs. En ik dacht misschien is het wel leuk om... hier naast die alfabet tabs te doen. En dan kan er nog wel een redelijk groot woord of lange zin. Dus we moeten maar eens even kijken. Even mijn papier er weer bij voor het blauwe kleurtje. Even. Oh, day by day is inderdaad ook nog wel leuk. Even kijken. Het blauwe kleurtje. Of ga ik misschien toch voor een beetje... Nee, ik ga gewoon deze pakken. Maar dan haal ik hem even uit het scrappapier. Want zoals jullie misschien wel zagen, zit er een klein beetje kleurverschil tussen de paperpads en het scrappapier op zich. En ik vind het dan wel leuk dat deze ook wel gewoon echt blauw is. Dus als je de kleine paperpads hebt, die zijn net weer ietsjes groener dan deze. Ik wil dit blauwe gedeelte hebben. Dus daar gaan we 2023 van maken weer. Ja, dit papier had ik nog steeds liggen. En weet je, we zijn altijd zo geneigd om elke keer weer alleen maar het nieuwste van het nieuwste te pakken. En dan blijven de andere dingen liggen. Ik denk, ik vind het ook jammer. En ik vond deze collectie gewoon zo mooi hierbij. Ik denk, ik pak hem gewoon weer. Kijk, zie je. Dat is al hartstikke leuk daarbij. Dan moet ik nog even 1, 2 weer uitstansen. De 3 omdraaien. Is de tekst niet goed op de kop? Volgens mij zie je daar bijna geen tekst op. Daar zie je verder helemaal niks op staan. Dus volgens mij, ik weet niet wat jullie bedoelen. Maar ik denk dat ik dit wel een beetje speels op ga plakken. Dat ik de een hoog en de ander laag ga doen. Dat vind ik dan wel weer leuk. Ik ga even die lettertjes alvast opplakken. Tenminste, op elkaar plakken. Want anders ben ik ze zo meteen kwijt. Een sponsje. Oh, nou gaat mijn brein alweer alle kanten op. Hè. Dat is dus echt het gevaarlijke hiervan. Als ik dan eenmaal bezig ben, dan van tevoren denk ik van, oh, wat ga ik er toch van maken? En nu denk ik, oh, dit kan er nog bij, dat kan er nog bij. Maar dan ben ik bang dat we het straks deze met het uur nog niet klaar hebben. Dan vrees ik overigens toch wel dat dat niet gaat lukken. Maar we zullen zien. Ik heb nu wel heel gevaarlijk een klokje in de buurt staan. Dus ik heb nu wel eindelijk dat ik zelf de tijd een beetje in de gaten kan houden. Maar dan is het wel dat ik natuurlijk ook niet langer doorga. Ja, soms maakt dat inderdaad lastig. Te veel ideetjes. Nou, weet je, deze filmstrips, die kan je ook nog heel mooi ook een beetje bewerken met de gesso. Jullie weten, ik hou gewoon van gesso. Ik vind dat leuk. Wellicht komt die daarop. Ook nog een klein beetje hierop. Kijk, dan heb je, lijkt het net een soort besneeuwde raampjes. Ook leuk straks weer voor de kerstcreaties. Misschien dat ik dan dit jaar eindelijk een beetje een planning kan houden. Nu ik een ding aan het maken ben. Ik ga eerst even wat anders doen. We hebben een klein beetje proberen focus te houden hier, Nina. Ik ging eerst die cijfers opplakken, had ik gezegd. Dan kon ik die niet kwijtraken. Ja, zie je, zo gaat mijn... Dat is dus altijd als ik dus zelf aan het knutselen ben, dan... Oh, dan ben ik met ene bezig en denk, oh ja, maar dat is leuk. Dus dan wil ik het volgende stapje alweer gaan doen. Maar ik ging eerst dit eventjes afmaken. Ja, ik weet dat jullie het niet erg vinden dat wij langer dan een uur bezig zijn. Maar meestal qua tijd komt dat niet zo heel goed uit. Maar wie weet, als ik zo meteen nog lekker in de flow in zit, dat ik gewoon zeg van, weet je, ik ga nog heel eventjes door. En weet je, we hoeven ook niet zo heel nauw op de tijd te letten. De ene keer is het ja, ietsjes langer, de andere keer is het ietsjes korter. Weet je, dat maakt ook ja niet uit. Maar ik wil meestal proberen een beetje richting het uurtje te blijven. Nou, deze ga ik even met mijn peperdistresser alvast bewerken. Dan kan ik dat ook niet meer vergeten. Dat moest ook aan de achterkant. Zo. Ik weet niet of er van jullie nu ook mensen zijn die dan ook zeggen van, nou weet je, ik ga ook lekker een agenda pimpen. Daar ben ik dan, of een kalender pimpen, daar ben ik dan wel heel benieuwd naar. Of jullie dit soort ideetjes nou ook leuk vinden. Of dat jullie zeggen van, nou ik vind het leuk om naar te kijken, maar zulke soort dingen maak ik eigenlijk nooit. Zo. En ik wil straks ook nog even een ander ideetje laten zien, wat ik dus ook met deze agenda of kalender wil gaan doen in de komende maanden. Even kijken, die kwam daar en deze kwam daar. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, dit idee is gewoon niet van mijzelf. Ik heb dat ook gewoon al vaker voorbij zien komen. Alhoewel, ik heb dit al, nee, deze niet, de kalender niet. Maar ik heb er ooit wel een keer een memo van gemaakt. Gewoon met een... je kan het natuurlijk ook doen met een notitieblokje hierop. Dat je gewoon een notitieblokje hierop gaat maken. Heb ik ook al een keer gedaan. Kijk, we hebben bij de Write Your Story collectie ook een heel mooi mask stencil. En die wil ik er ook nog even op gaan doen. Ja, klopt. Als je inderdaad dit soort kalenders koopt. Oh, nou, ik had het met deze pasta willen doen, maar die is dus hard geworden. Maar ik heb ook nog gewoon een witte structuurpasta. Nou, ik heb hier dus alles bij de verwarming staan en alles is dus gewoon uitgedroogd. Heb ik nog wat anders? Anders dan wordt het gewoon geen pasta. Ik moet eventjes snel kijken. Niet in de goede kleur waar ik moet hebben. Nou, dan wordt het helaas dus geen mask stencil erop. Ja, omdat ik die andere pot heb, weet ik zo niet. Nou, dat is dan helaas pindakaas, maar het wordt dus geen... geen pasta. Maar dan kunnen we wel een klein beetje inkt erop doen. Even kijken. Dan moet ik even een blender tooltje hebben. En een blending sponsje in de goede kleur. Die even aan de kant. Even kijken of ik iets in een licht kleurtje nog heb. Oh, ik heb wel een lege nog. En dit is de Saltwater Taffy. En ik wil dat niet te, te aanwezig op de achtergrond. Dus ik doe het gewoon een beetje lichtjes. Kijk, je ziet het er heel lichtjes overheen. En daar wil ik zo meteen met een stempel inkt. Ga ik er ook nog weer overheen. En daarvoor heb ik dan mijn scriptstempeltje uit de officieel. Hij zit in het verkeerde zakje, maar die is dus ook uit de Write Your Story collectie. Daar zit een heel leuk script op. En dat gaan we er ook nog weer overheen stempelen. Je ziet het niet heel erg aanwezig, maar dat is dus ook de bedoeling. Het moet gewoon een klein beetje in de achtergrond zitten. Nou, dat vind ik op zich wel eventjes genoeg. Dat was de Saltwater Taffy. Dan ga ik toch maar een beetje dingen vastplakken, want anders heb ik straks aan het einde van de uitzending niks vastgeplakt en dat is ook niet de bedoeling. Deze doily, die zit bij de Slimline Mal uit de Write Your Story collectie. Die zal ik er zo even bij pakken, dat is een hele mooie. Die ga ik daar plakken. Dan wilde ik die elementjes ook vastplakken. En daar ga ik een gedeelte zo van doen. Even kijken. Die ga ik zo doen en dan komt daar straks nog weer een laser elementje overheen. Of die-cut elementje. Deze plakken we zo vast. Meer komt er gewoon niet onder dit papier. Vast is vast. Mijn intentie is toch om deze zo ver mogelijk in dit uur af te krijgen. Dus ik moet gewoon lekker door gaan werken. Zo. Kijk, dan hebben we die omslag ook gewoon weer mooi netjes afgewerkt. Nou, als je dit onder dat donkere lijntje vastplakt en niet zo bibbert als wat ik nu doe, dan kun je dat ook gewoon heel netjes verwerken. Dan zie je dat ook niet weer waar je lijnlaagje zit. Dan kan je ook heel leuk nog weer van die vintage plaatjes achter gaan doen, als je dat leuk vindt. Kijk, dat is dat gedeelte alweer. Dan kwam aan deze kant, kwam die erachter. Maar ja, kijk, net als jullie, ons bindt zuinig. Aangezien we toch maar de helft daarvan zien, knip ik dit natuurlijk eventjes af, zodat we dat andere gedeelte ergens anders weer voor kunnen gaan gebruiken. We kunnen dit natuurlijk ook met stansmalletjes doen. Ik heb binnen de JMA collectie ook wel allerlei van zulke soort stansmallen. Maar daar red ik gewoon nu niet om dat allemaal uit te gaan stansen. En dan moet je gewoon af en toe keuzes maken. Kijk, die gaat daar weer opkomen. Dan gaan we onze filmstrip bovenaan eens eventjes vastplakken. Kijk, nu hebben we dit in ieder geval alweer helemaal mooi netjes weggewerkt. Nou, wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar. Dankjewel. Dat wens ik jullie overigens ook allemaal nog toe. Heb ik niet eens gedaan. Schandalig. Deze ga ik hier bovenaan vastplakken. Ook gewoon een klein beetje lijm overal. Niet te veel. En het restant wat ik niet nodig ben, knip ik er straks gewoon weer vanaf. En dat kun je dan eventueel aan de onderkant of bij een volgend project wel weer gebruiken. Even kijken, die zit zo wel aardig recht. Dan gaan we die er even netjes afknippen. Kijk, zie je, zo heb je gewoon weer een leuke decoratie nog bovenaan. En ja, ik hou er wel van. ...2023... Misschien toch maar gewoon recht doen. Daar ga ik nog eventjes over brainstormen wat ik daarmee wil. Dat weet ik nog niet helemaal. Ik ga eerst even een slokje thee doen. Want we moeten hem ook nog op gaan hangen. En in eerste instantie dacht ik dat dit misschien wel leuk was om er een jute touw aan te doen. Nou ja, in geval van nood. Er zit hier nog zo'n haakje aan. Daar kun je hem ook nog mee ophangen. Dus dat zou ook nog kunnen. Maar daar ga ik nog even over brainstormen. Ik heb nog wel iets anders bedacht. En ik heb nog wat dingetjes in mijn zakje verzameld, wat ik ook nog misschien erbij ga gebruiken. Dat is namelijk het volgende. Als je een kalender hebt, dan is het natuurlijk handig om wel een pen binnen handbereik te hebben. Nou, ik ga hier een heel leuk pennenbakje maken. Dat pennenbakje is heel makkelijk te maken. En heb ik nou mijn proefpapiertje meegenomen of had ik dat nou niet gedaan? Even in de tas spieken of ik heb het net niet gedaan. Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar wat je dus doet, is een strookje papier. En ik heb dus kraftkaartstok. En dat ga je op 1,5 centimeter steeds rillen. Dus 1,5 op 3, op 4,5, op 6. En je snijdt hem af op 7 centimeter. Dan is hij ongeveer 10 centimeter hoog. En dan maak je aan de onderkant gewoon even een bakje ervan. En die wil ik hier op gaan plakken. Misschien zelfs wel iets lager. En dan een leuk kantje ter decoratie. En dan wilde ik onderaan. Want ik heb van die hele leuke metalen clipjes. Die wil ik eraan gaan doen. En daar wil ik dan nog weer van die kleine kaartjes onderaan gaan hangen. Die kleine kaartjes, die zitten namelijk ook in dat paperpad. En dan kunnen we van deze vierkante kaartjes kunnen er weer aan gaan hangen. Of van deze langwerpige kaartjes. En daar kunnen we dus ook weer quotes op gaan schrijven. Dus daar kunnen we ook elke dag een andere quote of iets dergelijks. Of herinnering op gaan schrijven. Dus die wil ik er zo met mijn lijmpistool nog vast op gaan maken. En ik wilde er nog een mooie bloementoef hier bovenaan gaan maken. Oh, nou, dat was niet de bedoeling. Maar daarom wilde ik dus die letters nog even niet vastplakken. Want ik wilde eerst die bloementoef daar gaan maken. Nou zit ik nog te denken of ik de... Nee, voor mij moet de pen rechts komen. De bloementoef, welke bloemetjes ik daarvoor ga gebruiken. Ik heb een mooi stoffen bloemetje. Even kijken. Ik heb hierin nog een mooi roosje. Ik verzamel gewoon even alles bij elkaar. We gaan gewoon even kijken wat leuk is. Deze blaadjes niet. Ik ga straks wat blaadjes uitstansen. Dit zijn diverse bloemen van Prima Marketing. Maar je kan er natuurlijk ook je eigen zelfgemaakte bloemen op doen. Dat is maar net wat jij zelf wilt. Ik wil zorgen dat de kalender natuurlijk kan blijven open kan. Dat je er wel iets op kan schrijven nog. Keuzestress, welke bloemetjes zijn nou het leukste? Hier heb ik nog zo'n mooi bloemetje. Ik denk dat ik dit op zich wel leuk vind. En dan... Ja, ik denk dat ik dit ga doen. Dit is toch te groen. Wat kan er nog meer bij? Wat kan er nog meer bij? Nog van die leuke tickets van 94 at Market die er ook nog achter kunnen. Dat gaat erbij. En klein beetje van dat parelspray erachter. Ik ga gewoon mijn lijnpistool zo aanslingeren. Kijk, die komen daarachter. Dan gaan we even kijken in ons die-cut blokje wat daar allemaal nog in zit. Even kijken. Ja, een die-cut blokje. Ik kan natuurlijk... Ik heb al het een en ander uitgeknipt. Die ga ik zo meteen vastplakken. Er kunnen misschien ook nog wat kleine elementjes daar weer achter. Ja, ik wil er straks een mooie zwul nog eventjes in een beetje blauw of grijs tintje. En als het goed is, zit er in dit... Ik ga er een boek achter doen. En die kijk, dat boek, dat is toch ook gaaf. De pen erbij. Kijk, zie je? Zo wordt het alweer wat. Die ging daar ook bij achter. Die kwamen daar onderaan. Dan kunnen we hier straks natuurlijk ook nog een leuke tekst maken. Deze ging hierop geplakt worden. Dan kan daar een pennetje nog op. Even kijken, een pennetje. Ik ga even weer verzamelen en zoeken. Kijk, zie je? Een mooie vulpen. Dan komt daar dat strikje weer op. Die daar onderaan. Dan komt hier nog iets van een... leuk toefje. Misschien dat ik dit toch maar eventjes op deze pagina moet gaan doen. Dat lijkt me iets beter. Nou, als ik hier nou nog een klein roosje weer achter druk. Volgens mij is er dan zo meteen al wel weer genoeg. Of het brilletje erbij, kijk. Nou, hartstikke idee. Klaar ermee. Niet te lang nadenken. Die elementjes komen daar nog op. Dan heb ik ook nog zo'n leuke stamper. Die mag daar nog bij achter. En dan kan hier nog één klein elementje. En meer mag er niet op je niet. Dan is het ook mooi geweest. Hier doen we een leuk postzegeltje op. Zo'n postzegeltje. Volgens mij moet er vast nog wel een klein postzegeltje in zitten. 2 postzegeltjes. Zo. Nou, dat gaat hem worden. Daar moeten we even weer van de gesso voorzien. En dan gaan we het lekker vastplakken. Ik heb dat blok nog liggen. Ik weet niet welk blok jullie het nu over hebben. Misschien dit papier wel. Maar weet je, dit papier blijft ook gewoon ontzettend leuk. Ook gewoon zo'n, ja, leuke tijdloze lijn die je gewoon altijd weer kan pakken. Het is eigenlijk overal voor geschikt. Ook voor mannen is dit wel een hele geschikte collectie. Nou, en uiteraard voor een schrijfcollectie. Deze gingen we eerst opplakken. Nou, nu wordt het uiteindelijk dus ook weer gewoon compleet anders dan wat ik eerst bedacht had. En dat is dus ook juist zo leuk. Dan ben je bezig en dan, ja, gaandeweg dan bedenk je toch nog weer van alles erbij. Klokje erop. Het roosje. Dan kan ik in ieder geval straks zeggen dat ik een heerlijk ontspannen uurtje heb gehad. En we even lekker aan het knutselen ben geweest. Die tickets die hebben niet echt een toegevoegde waarde voor mij. Zo. Die postzegeltjes die wilde ik daarop gaan plakken. En weet je, misschien is het wel niet zo vol en druk als wat ik normaal altijd doe. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet altijd. Het ene project leent zich ook voor een iets, ja, een iets vollere creatie dan het andere. Ik ga deze hier onderaan vastplakken. En ik denk dat ik hem maar gewoon met mijn lijnpistool vastplak. Dan weet ik zeker dat hij ook goed vast blijft zitten. Dus mijn pennenhouder komt hier onderaan. Daar had ik een pennetje voor bedacht. Die kwam er hier op. En een leuk strikje erop. En op dat strikje komt natuurlijk straks ook nog wel weer een bloemetje of iets dergelijks. Daar ga ik zo even naar kijken wat daar nog op gaat komen. Dat is die. Dan ga ik dit bloemenhoekje ook alvast even vastplakken. Daar moet ik zo meteen nog even wat zwuls en vlindertjes voor uit gaan stansen. Dan moeten de cijfers van 2023 uiteraard er nog op. En dan gaan we eens even kijken. Dan wil ik eventjes één pagina of één... ja, hoe zal ik het zeggen, één weekpagina gaan maken wat mijn bedoeling is met deze kalender. Want uiteraard blijft die niet saai. Maar dat hadden jullie misschien al wel weer verwacht. Even kijken, die kwam zo. Die zet ik daar eerst even achter. zorgen dat hij nog wel kan blijven omklappen. Dat is wel handig. Even kijken. Ik had, als het goed is, 3 van die dingen. Maar ik heb ze nog maar 2, maar dat geeft niet. Deze plakken we daar vast. Nou, ik vind het ideaal om hiervoor mijn lijnpistool te gebruiken. Want dan weet je ook zeker dat het gelijk vast zit. Kijk, hier vind ik het wel leuk om nog weer een beetje dat donkerblauwe terug te laten komen. Dit zijn die leuke tickets van 94 at Market. Even kijken. Ik kan ook zeggen dat ik deze pen misschien hier onderaan ga plakken. Of dat ik hem toch... Wacht even. Hij kan misschien ook zo achter de cijfers. Dat is ook wel leuk. Dan de cijfers toch een beetje verspringend op gaan plakken. Dat gaan we doen. Nou, ook weer bedacht. Dat zo vastplakken. Nou, de cijfertjes mogen dan ook wel met ons lijnpistool vast. Ja, ik ben zelf ook wel blij met... Ik was echt aan het dubben van, oh, wat ga ik toch in de live doen? Want ik had geen tijd om dingen voor te bereiden. En ik was hier gisteren mee bezig en toen kreeg ik het niet helemaal klaar. En toen liep ik een beetje vast. En toen had ik in één keer zoiets van, maar weet je, we zitten in een mindful groep. Ik ga me ook niet te druk maken. Ik ga gewoon een uurtje verder knutselen aan dit project. Gewoon... echt even lekker een uurtje rustig bezig. Nou, ik wilde ik die clips gaan maken. Die zijn van Finaber. En ik denk dat ik die aan beide kanten... Want die kaartjes die zijn ongeveer 10 centimeter. Dus dan moet ik eventjes mijn... liniaal er weer bij hebben. Mijn ding is 21 centimeter. Ik ga hem aan deze op 5 centimeter plakken. Ik plak hem gewoon met mijn lijnpistool vast. En ook aan deze kant op 5 centimeter. Even kijken. 21, 1, 2, 3, 4, 16. Luister natuurlijk niet op de centimeter nauwkeurig. Maar het is wel het leukste als het een beetje in het midden zit. Kijk, en daar kan ik weer leuk... als dat straks helemaal goed vast zit, kan ik daar die kaartjes weer onderaan gaan hangen. En nou moet ik ook nog iets bedenken waar ik hem mee op ga hangen. Maar dat weet ik nog eventjes niet. Nou, het pennetje. Kijk, die zit daarin. Dan moeten we nog iets op ons ding. Nee, dat ga ik nu eventjes niet doen, want ik weet nog niet exact wat ik daarop wil doen. Ik wil even één zo'n paginaatje nog met jullie gaan maken. Gewoon één week omslag. Dan kan ik voor deze week hem ook gaan invullen. Kijk, want heel misschien, ik had hem al wel bedacht. Misschien dat ik ook wel gewoon die leuke vlinder uit de JMA-collectie hier nog op ga plakken. Of dat ik die bijvoorbeeld hier toch nog bij de bloementoef aan de zijkant doe. Of dat ik nog wat lettertjes aan de zijkant doe. Ik weet het nog niet. Hij is nog niet helemaal klaar. Maar het gaat gebeuren. Nou, deze pagina's. Ja, wit is wel heel erg wit, hè? Wat we dan doen is gewoon een beetje inkt erbij pakken. In dit geval ga ik gewoon even met één kleurtje werken. Dat is wel het makkelijkste. Ik pak weer mijn mask stencil erbij. En ik ga een klein beetje script erop doen. Kijk, dat zie je ook weer gewoon heel lichtjes. We hebben een stempeltje van script. En dan moeten we natuurlijk ook even kijken. Dat we gewoon de goede kleurtjes pakken. Nou, je kan nog zeggen van ik ga daar bijvoorbeeld ook elementjes op plakken. Dat kan natuurlijk ook allemaal. Even kijken of ik nog een inktje heb in de kleur die een beetje daarbij past. Nou, ik denk dat de kleur Bermuda er wel bij past. Dat is al leuk. Nou, een klein beetje van die. Dan kan ik ook nog een heel klein beetje met mijn blending tooltje met deze kleur gaan doen. Even kijken. Nu wil ik eventjes ietsjes afdekken, want die kleur vind ik zo groot. Een beetje die kleur erbij. En weet je, ik ben iets helemaal vergeten wat ik er ook nog... Ik had ook nog heel mooi mijn rebons erop willen doen. Maar dat kan nog steeds. Dat kan nog steeds. Want misschien... Kijk, die tekst die is toch eigenlijk geweldig. The future is unwritten, so write it well. Dat past natuurlijk wel heel erg goed bij een nieuw jaar. Of you can make anything by writing. Ik denk dat die te groot is om hieronder te plakken. We gaan deze doen. die gaan we hier opmaken. Even kijken, zo zit hij wel aardig in het midden, geloof ik. Daar ga ik even kijken, als ik hem kan vinden, mijn rubonsel voor gebruiken. Nou, we zijn straks al een heel eind. Ik heb hem dus helaas niet helemaal af. Maar dat maakt niet uit. Het eindresultaat hoop ik zo snel mogelijk wel even te laten zien. Of misschien dat ik hem wel in een volgende live nog afmaak. Maar dat durf ik nog even niet te zeggen. Nou, die ribbons die kun je dus gewoon heel makkelijk erop wrijven. Ik moet dus nog een beetje standswerk erbij doen. Er komen nog wat zwuls, nog wat takjes bij. Dat komt allemaal nog, maar dat is de volgende fase weer. Als je een uurtje aan het knutselen bent, dan vliegt de tijd gewoon. Een uur is wat dat betreft helemaal niks. En op die, het kan best zijn dat ik op deze pagina straks ook nog gewoon weer een stickerquote ga plakken. Dat ik denk van, nou weet je, die quote voor die dag is dat gewoon voor mij heel belangrijk. Dan plak ik daar gewoon zo'n zwart stickertje uit mijn stickerboekje op. Of ja, je kunt er een stempeltje op doen. Je kan er een die-cut elementje op doen. Dus dit gaat gewoon echt een beetje een leuke, creatieve agenda, kalender worden. Kijk, en weet je, zoals dit soort dingen, ja, die hoef je niet in zijn geheel te gebruiken. Zo leuk om daar gewoon een stukje nog weer hiervan op te gaan maken. Die ribbons, valt die rand dan niet op bij je creaties? Welke rand? Ik weet niet zo heel goed wat je precies bedoelt, Samara. Daar nog, oh, die pen die zit er natuurlijk vast in. De kniprand, nee, dit is eigenlijk gewoon net, ja, net als vroeger van die kauwgomplaatjes, gewoon van die wrijfplaatjes zijn dat, zeg maar. Je ziet die randen niet, die knipranden. Dat valt allemaal weer weg. Het is gewoon, ja, eraf wrijven, zeg maar. Nou, ik ga deze er nog afwrijven. En dan ga ik er echt mee stoppen. Dan hoop ik dat jullie weer een leuk creatief uurtje hebben gehad. Dat ik jullie hier weer een beetje mee heb kunnen inspireren. En mocht je er zelf mee aan de slag gaan, ik zou het natuurlijk hartstikke leuk vinden om jullie kalenders dan ook in de groep te zien. Dit is het idee tot nu toe. Ik ben dus al een behoorlijk eindje met mijn kalender. Hij is nog niet klaar, maar dat gaat komen. Dus de foto gaan jullie binnenkort wel zien. Ik ga nog even brainstormen over de rest. Maar ja, zo zie je, deze kalender is wel een stuk leuker dan die saaie ja, dit was toevallig dan van een of ander bedrijf, hadden we hem gekregen. En ik had zoiets van, die vind ik niet leuk om in de keuken te hangen. Dit wordt een veel leukere en dan gaan we hem misschien ook nog gebruiken. In ieder geval voor nu allemaal heel hartelijk bedankt weer voor het meekijken. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag verder. En tot de volgende keer maar weer. Doei doeg!